Ik heb dit jaar al heel wat biografieën besproken. Over Remco Campert, prachtige biografie. Henriette van Eyck, ook een hele mooie biografie. Luce Baer, prachtige biografie van Wim Mazeu. Maar ik vind dit van alle biografieën die ik de laatste tijd gelezen heb, toch wel echt veruit de beste die mij onder ogen is gekomen. Jaap Goedegeburen over Frans Kellendonck. Hij heeft er een bijna spannend verhaal van gemaakt. Je leest het echt ademloos uit. En dat is eigenaardig, want ik kende de levensloop van Frank Kellendonck al heel goed. En ik heb hem zelf ook een keer of 10 meegemaakt. Dus ik kende hem ook als persoon. Niet goed hoor, moet ik zeggen, maar toch vrij goed. Vond een hele aardig iemand, maar moeilijk contact mee te maken. Een beetje mysterieus, geheimzinnig. Ook een beetje plagerig, dat was wel weer heel erg leuk. Er zijn ook donkere kanten in zijn karakter die in de biografie voortreffelijk door Jaap Goedegeburen naar voren gebracht worden, zonder enige, zonder dat hij daar iets echt onaardigs over zegt. Dat is ook helemaal niet nodig. En hij heeft dat leven echt voortreffelijk beschreven. Wat ik heel bijzonder vind is dat Jaap Goedegeburen, die is van Calvinistische huizen, net als ik, maar die heeft zich toch heel goed ingeleefd in dat wonderlijke Rooms-Katholicisme van Kellendonck. Wat Kellendonck zelf omschrijft als oprecht veinzen. Vind ik ook wel erg Rooms eigenlijk, oprecht veinzen. Ik zou daar niet zo goed over hebben kunnen schrijven als Goedegeburen dat heeft gedaan. Want ik vind dat toch een beetje een eigenaardig fenomeen, dat oprechte veinzen. Maar Goedegeburen heeft dat voortreffelijk gedaan. Goedegeburen komt natuurlijk ook te spreken over Mystiek Lichaam, het laatste roman van Kellendonck. Toen die uitkwam, toen heeft Aad Nuis daarover een recensie geschreven waarin hij Kellendonck betichtte van antisemitisme. En Karel Peters, die al een recensie over het boek had geschreven, schreef er toen nog een om die zaak ook nog eens een beetje te belichten. Ook dat aspect van Kellendonck, dat vermeende antisemitisme waarvan volgens mij geen sprake was, dat heeft Goedegeburen voortreffelijk uitgezocht. Dat heeft hij heel erg goed en heel erg duidelijk en heel helder weten te verwoorden. Wat ik ook erg goed van het boek vind is dat hij nergens psychologiseert. Hij gaat niet diep in op van wat zit er nou achter voor drijfveren bij Kellendonck. Nee, hij geeft gewoon sec de feiten. Ja, ik vond dit echt een voorbeeldige biografie.